We zijn begonnen in 2019 als trampolinecentrum, waarbij Jasper en ik eigenlijk altijd het idee hebben gehad om naast trampolinespringen nog meerdere activiteiten onder één dak aan te kunnen bieden. We zijn aan de slag gegaan. Wat voor soort naam, wat voor groepen gaan we aanspreken in de activiteiten, in de manier waarop we onszelf willen presenteren naar onze klanten toe. We zijn nu begonnen met de planvorming omdat door corona de markt binnen Zeeland erg is gegroeid. Deze doorontwikkelingen gaat ons opleveren dat wij mee kunnen groeien met de markt, zowel voor toerisme als voor lokale inwoners van Zeeland. Ja, we zijn via Imagine Leisure zijn we in contact gekomen met Impulse Zeeland. We zijn ermee gaan sparren over wat hebben we nodig, wat hebben we nu staan. Wij zijn vervolgens met ons huiswerk aan de gang gegaan. En telkens met feedback die we kregen zijn we eigenlijk alle vraagstukken gaan oplossen. Een aantal van die facetten binnen het plan zijn al uitgewerkt en zijn al helemaal af. Delen van het plan die nu af zijn, zijn onder andere de naam, een stukje van de branding, website. In fases zijn we de rest van het plan helemaal gaan uitwerken. En ik hoop dat we binnen nu een enkele maanden het hele plan af kunnen hebben. Om daarmee ook het plan weer te presenteren aan Impulse Zeeland en daarnaast ook aan onze toekomstige gasten. Ik zou ondernemers zeker willen aanraden om te starten met het planvouchervormingstraject. De meerwaarde van het traject zat hem vooral in dat Impulse Zeeland voor ons als sparringspartner heeft opgetreden. Een stukje kennis en kunde wat je met elkaar kunt delen. Wat echt zorgt dat het een verbindende factor is binnen de branche waar we allemaal in werkzaam zijn. Ik ben Esther Baken, heb sinds 1999, dus 21 jaar, de Bakermat. Ik ben dus Judith en zit inderdaad 3 jaar later nadat Esther het bedrijf begonnen is ook in deze zaak. Wij zijn met een vraagstuk aan de slag gegaan omdat we echt op een kruispunt staan met het horecabedrijf, de landwinkel en de landbouw. In eerste instantie is daarbij dat het landbouwbedrijf gaat vertrekken vanaf deze locatie en wij dat in moeten gaan vullen. Dat is bedrijfsmatig een groot vraagstuk. Ja, en daarbij is de persoonlijke ontwikkeling voor de toekomst ook heel belangrijk om daarin de goede keuze te maken waarin ieder zijn eigen passie en capaciteiten kan neerzetten. Ik denk dat het uiteindelijk mijn broer is geweest. Die was op zoek natuurlijk van hoe kunnen wij nou zorgen dat dit van de grond komt. En heeft een tussenpersoon ingeschakeld. Deze heeft het eerste aanzet gegeven om ons bij Impulse Zeeland aan te melden. En zo zijn we dan nu eigenlijk al in contact gekomen met Leo Fransen. Iemand die juist vanuit de horecakant wel conceptmatig mee kan denken. Want dat is een stukje wat we nodig hebben bedrijfsmatig. En aan de andere kant zijn we ook het proces ingestapt om de persoonlijke ontwikkeling vorm te gaan geven. Wat best confronterend is. En aan de andere kant groei je daar hopelijk ook weer van. Ik zou Impulse Zeeland zeker aanraden bij andere ondernemers om je uit de dagelijkse routine te laten ontsnappen en goed na te blijven denken over de toekomst. De Zeeuwse vrije tijdsector de komende 10 jaar heeft echt nodig dat ze blijven zitten op rust en ruimte, de kwaliteit. En ze mogen echt trots zijn op waar ze vandaan komen. Ik denk, als je dat kan vangen, wij zijn dan een stuk verder dan heel de Randstad, Brabant en de Belgische Randstad. Wij hebben die ruimte. Daar kan je zo creatief mee omgaan, dat hoeft geen eenheidsworst te worden. Zorg dan voor dat je je eigen identiteit behoudt.